naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom allemaal. Vandaag weer een nieuwe aflevering. En vandaag gaan we het hebben over het verhaal van Daniël en de Leeuwenkuil. Koning Darius had zo'n groot rijk dat hij 3 rijksbestuurders aanstelde die hem konden ondersteunen in het besturen van zijn rijk. Een van deze rijksbestuurders was Daniël. Daniël was zo succesvol en zo trouw aan de koning dat de koning zelfs overwoog hem aan te stellen over het hele rijk. De andere stadshouders en rijksbestuurders hoorden hiervan en waren zo jaloers dat ze op zoek gingen naar redenen om hem aan te klagen bij de koning. Ze konden alleen geen enkele reden vinden om aan te klagen bij de koning of maar iets negatiefs over deze persoon vinden. En ze zeiden tegen elkaar, wij gaan geen enkele grond vinden voor een aanklacht tegen Daniël. We moeten iets vinden in de wet van zijn God. En de rijksbestuurders en stadhouders kwamen bijeen bij de koning en ze stelden het volgende voor. Er werd een nieuwe wet ingesteld waarbij alleen de koning mocht worden vereerd. Degenen die dit niet deden werden in de leeuwenkuil geworpen. Daniël was op de hoogte van deze wet, maar dit hield hem niet tegen. Hij bad iedere avond nog tot God. Tot op een dag de mannen hem aantroffen in zijn huis, biddend tot God. Ze namen hem mee en brachten hem bij de koning. Hij had op deze manier de wet overtreden en moest in een leeuwenkuil worden geworpen. De koning beschouwde Daniël als een van zijn beste bestuurders en spande zich in om hem te redden. Maar de mannen drongen aan en de koning kon niet meer onder de wet uitkomen. Hij werd in een leeuwenkuil geworpen en de koning zei nog tegen hem, uw God die u zo vereert, hij zal u verlossen. En de koning ging terug naar het paleis en vreesde het ergste. De koning bracht de nacht vastend door en zag af van iedere vorm van vermaak. De volgende ochtend ging hij naar de leeuwenkuil om te zien hoe het met Daniël was afgelopen. Tot zijn vreugde en verbazing bleek Daniël ongedeerd te zijn. En Daniël zei tegen hem, mijn God heeft engelen toegezonden en ze hebben de muil van de leeuwen toegesloten. Mij is niks aangedaan omdat ik niet schuldig ben. Ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. De koning was erg blij en hij gaf het bevel om Daniël uit de leeuwenkuil te halen. Ook gaf hij direct daarna het bevel om de mannen die hem hadden aangeklaagd samen met hun vrouwen en kinderen in de leeuwenkuil te werpen. Ze hadden nog niet de bodem bereikt en ze waren al verslonden door de leeuwen. En de koning gaf het bevel aan het volk om de God van Daniël te respecteren. Want deze God doet tekenen en wonderen in de hemel en op aarde. En Daniël stond hoog in het aanzien van het koningschap van Darius. Mogen zijn heilige gebeden met ons zijn. Amen. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen.